is vandaag 5 februari 2018. We zijn in Emst. Hier heb je de Spar. En die zit op 1200 meter vanaf de camperplaats waar wij heen gaan. Dat is recreatiepark Forellenkwekerij. Uit Smallert. Die zit op de Smallertsweg nummer 8 in Emst. Je hebt daar maximaal 20 plaatsen aan het beginlimiet qua lengte. Je betaalt tenminste 5 euro. Maar je hebt er helemaal niks bij. Maar we moeten even kijken, want wat erbij stond bij het campercontact was dat in de wintertijd als het zou vriezen, dan heb je ook kans op dat ze de parkeerplaats helemaal vol laten lopen met water. En dan kun je er niet staan. Ja. Ja, de TomToms die stuurt ons dus eerst heel ver door het dorp door en om vervolgens weer terug te gaan en dan af te slaan deze weg in. Schat zo hoog dat is. Ik denk dat het een beetje te zien is. Een beetje te zon. Ja. Voor mij is het daar voor ons. Hij staat niet. Ja, het campertje. Hij is wel dicht. Dus waarschijnlijk gaan ze hem onder laten lopen. Of je moet via de andere kant, dat weet ik niet. Daar kunnen we nog bij zitten. Nog een, hier staat de campus. Ja. En daar is ook nog een ingang. Even kijken. Ik zie wel van die grote vaten staan. Ik neem aan dat dat dan de vuilnisbakken zijn. Maar hij zit dicht. Maar daarachter zit waarschijnlijk de forellenkwekerij. Ik zet hem even in de stil. Het is een rustig weggetje hier. Ik denk dat het wel even kan zo. Even uitstap. Daar heb je vooral een kwekerij. Zie je dat? Daar zo. Welkom campergast. Kijk, even een beetje zo. Een mooi plekje uitzoeken. Kuurplaats, meld je daarna de balie nummer 8. Oh, even, ik sta er voor met te dicht. De heggen zullen van achter tot achter verwachten. Toen je weer van een parkeerplaats bent. Ik zie er wel een paar vaten staan daar, hè, die het geëerst zijn. Misschien zijn dat de afval. Lekker. Maar hoe ze dit gaan doen, dat snap ik niet. G had het over. Oh, ik heb de vinger voor het beeld. G had het over dat de. Dat ze dit onder water laten lopen, dat het een ijsbaan wordt. En dat kan best zijn, daar heb je natuurlijk allemaal van die zwarte, van die soort zandzakken. En dat ze die dan hier omheen leggen, dat zou kunnen. Oh, kijk eens. Daar heb je de grote vijver. Ik moet even de verkeer in de gaten houden, want ik sta midden op de weg. Als een auto aankomt, moet ik aan de kant. Zie je dat? Dat is denk ik de forellenkwekerij. Ja, daar komt een auto aan. Zie? En dan moet ik gewoon die kant op. Zo, ik heb even de auto weggezet. Die bus er langs komt. En dan staan we aan deze kant. En dit zijn die zandzakken wat ik bedoel. Dus het zou zomaar kunnen dat ze dat daar neerleggen, misschien een heel groot folie eroverheen en dat vol laten lopen met water. En dan hebben ze hier de ijsbaansvinders. Dus het is niet het hele jaar geopend. Maar het is ook eigenlijk weer een plekje, denk ik, voor vissers. Mensen die van vis houden, bedoel ik. En die ze dan zelf willen vangen. Nou,
Wij houden daar niet van. Dus wij gaan een deurtje verder.